3 oefeningen voor sterke biceps. Goedendag, Martin Kokken hier van Bodyproof Calisthenics vanuit de gym Houten. En vandaag gaan we het hebben over de perfecte biceps workout. Ik heb voor jullie 3 oefeningen om alle hoeken van de biceps te trainen. Als eerste hebben we de ring biceps curl. Zoals je hier kan zien, ga met je voeten recht onder de ringen staan, pak de ringen vast en ga hangen. Op die manier weet je altijd dat je dezelfde positie hebt en weet je dus ook of je progressie maakt. Hoe hoger de ringen hangen, hoe makkelijker de oefening wordt en hoe lager de ringen hangen, hoe moeilijker de oefening wordt. Let erop dat als je gaat hangen, dat je ellebogen op dezelfde plek blijven. Het enige wat beweegt zijn je onderarmen. Je beweegt namelijk je handen richting je oren. Voor de rest blijft alles strak. Je buik is strak, je ellebogen blijven op dezelfde positie enzovoort. Alleen je onderarmen bewegen. De volgende is de ring hammer curl. Eigenlijk bijna hetzelfde als de gewone biceps curl, alleen nu draai je handpalmen naar elkaar toe. Dit doe je om net een ander gebied van je biceps te kunnen pakken. De onderliggende bicepspier, eigenlijk de brachialis, die ligt onder je bicep, die train je daarmee. Deze spier zorgt er ook voor dat je biceps wat meer naar buiten komt. Dus hoe groter die spier is, hoe meer je biceps naar buiten komt en hoe groter die is. Daarna hebben we de chin-ups. Hier pak je ook heel veel biceps mee, zoals ik je hier laat zien. Helemaal uithangen en met je kin boven de stang uitkomen. Uiteraard kun je die natuurlijk ook in de ringen doen. Ik doe hem hier in de stang. Daarna, eigenlijk als extra, maar dan moet je wel wat meer getraind zijn, zijn de headbangers. Je pakt de stang in een chin-up positie vast. Je trekt omhoog met je kin boven de stang en je gaat je arm uitstrekken. En met je benen zorg je ervoor dat je je balans houdt, zoals ik hier laat zien. Zorg ervoor dat je zo ver mogelijk uitstrekt en zo dicht mogelijk weer naar de stang toe komt om een optimale bicepsbeweging te krijgen. Nou, dit waren de 4 oefeningen voor een perfecte biceps workout binnen het calisthenics. Vond je deze video leuk? Geef dan een like, geef een duimpje en deel deze video met iemand die deze informatie goed kan gebruiken. Mijn naam is Martin Kokken vanuit de gym Houten. Tot de volgende keer.